Op de voormiddag van Leidens Ontzet ging het dak eraf in de stadsgehoorzaal. Tijdens de traditionele seniorenvoorstelling feesten de bezoekers in de uitverkochte zaal enthousiast mee met de optredende artiesten. Dat was alles weer even wennen natuurlijk. Nou, normaal zing ik wel iets andere liedjes, maar ik zag dat het publiek wat ouder was, allemaal zittend publiek. Dus dan ga je toch ander repertoire zingen, dan kan je moeilijk alleen maar feest maken. Dus ja, lekker de Hazes klassiekers, wat liedjes van het Songfestival van vroeger. Eigenlijk van alles en nog wat. En ja, wel natuurlijk lekker feestend eindigen. Dus op een gegeven moment zag ik zelfs de Polonaise door de zaal lopen. Nou, heerlijk. Ja, jij bent niet onbekend in Leiden met 3 oktober. Vroeger heb je hier ook wel feest gevierd. Ik liep hier vroeger elk jaar op 3 oktober. Ja, we hadden wat vrienden in Leiden wonen, dus daar gingen we met z'n allen. En we bleven vaak ook slapen bij die vrienden. Ja, het was één groot feest, de kermis, lekker. Ja, alles kan, alles mag. En het was lekker dicht bij huis, dus ja, ik ben niet onbekend in Leiden, nee. Naast Steenwijk genoten de oudste inwoners van de sleutelstad van ABBA Tribute Band Back to Waterloo. De oer-Leidse slechte band bracht een ode aan 3 oktober-icoon Rubberen Robbie en zijn hit Marie. Als je dit leest, ben ik weg. Bekijk het even met je zoontje. Heb maar oor in de maling. Zal je maar klimmen, dan ga je niet trap. Ik maak een blazen jurken. En jij maar zuiken. Ja, kom op. Tussen 2 haakjes. De wc zit verstopt. Het is maar een weet. Ja, het is 3 oktober natuurlijk, hè? En dan is dit een fantastische aftrap. En ja, een super publiek, mensen vinden het leuk, en dus dat helemaal goed. Ja.